gastheer van vandaag is Bart Meijer. Hallo allemaal, vanuit beeld en geluid. Welke vraag gaan we vandaag uitleggen, oplossen of behandelen in Waarom Daarom? Vragen die je in één minuutje kunt beantwoorden. De vraag van vandaag is... Waarom heeft onze koningin bijna altijd een hoedje op? Goeie vraag. Omdat onze koningin natuurlijk niet de hele dag met een kroon op haar hoofd kan lopen. A. Zo'n kroon is hartstikke zeldzaam. En B. Hij zit volgens mij ook niet echt lekker. Hij is veel te zwaar. Een kroon is letterlijk een kroonjuweel. En ligt bijna altijd achter slot en grendel. Behalve als ons land een nieuwe koning of een nieuwe koningin krijgt. Dan wordt hij er heel voorzichtig uitgehaald en heel even opgezet. Maar ja, Beatrix is natuurlijk wel op zoek naar iets... officieels. Vandaar dat ze altijd een bijzonder hoedje uitkiest. Zodat iedereen in de buurt kan zien... Wauw, de koningin is er! Beatrix vindt het ook heel belangrijk... dat haar hoedjes er van achteren net zo mooi uitzien als van voren. Zodat ook de mensen van achteren weten dat zij in de buurt is. Wist je trouwens dat zij nooit haar eigen hoedjes koopt... maar dat ze altijd speciaal voor haar worden ontworpen? Daarom heeft ze nooit hetzelfde hoedje op. Dat was hem weer. Waarom Daarom? Tot de volgende keer!